Bien, Prime Alert sprak er met Abba parlementariër Kodemusu over de situatie van 3 weken lockdown, de gevolgen daarvan en het feit dat mensen steen en been klagen, vooral de dagloners. We spraken met hem ook over de wateroverlast, hoe dat daarmee zit in zijn district en wel in het district Param. Fafa, lockdown situatie naar uw district? Oh, lockdown situatie in Para. Akamoro betre. Want if je volle klas, je ziet wat op beelden staan. Zijn niet pas helemaal binnen het systeem. P. Unulek Gralantis refereert. Doe een borup tab desma. Mek ding hoor desref na ding. COVID-maatregel. Zijn Gralantis voor die. Maar u, lek volksvertegenwoordiger, lek DNA lid. Asiens wijzen voor jou, tapa lockdown voor 3 weken? Nou, luku, een lockdown, het is een must. Omdat COVID speelt niet. If you want plannen aan COVID, COVID no plannen aan jou. En alle libisa wel als moro in akondre, we botreuren. No as man no aan dat. Dus, unokatag, ja, lockdown voor 3 weken, unu ma werken mee. Je moest voor de mee, omdat Gralanti nooit nodig kwam besluit voor pina afvolk. Deze Gralanti te kwam maatregel naar voor beskerm jo. Oor een gezond volk. Dus, wees na 3 weken, maar ook op een gezond volk, kook ik hoor. Ja, dat is het. We volgen de reacties, heer Kodemusu. We volgen de reacties op social media. Dat we zien zomaar in wraak, vooral de dagloners. Ja. Dus maar like de bouwvakkers. Dus maar ze hebben zeer de woord, dan gaan de dagloners. Dus maar dat is fuga, dus maar dat is wraak, want inkomen is er. Ja, inderdaad, heeft de wraak naar terecht. Omdat ik vind dat het volk is belangrijk, communicatie is belangrijk. En heeft de mata COVID steunde, maak dat duidelijk, maak dat toegang voor kota bijvoorbeeld, de Masai Hostel, een taximan. Ama sa yoro kwa presi dor kofe ta manoma woro ko ef gralante gi wan stu me ka san de dele me ka no de ano de engewekel gi ama fa maka doro apen pe fa maka bagrep ta ei jami mus ko fe no yepi kada no ma de leksa e fo din ba mar tak to ti so fo lek tengi a dur krup desi da yes tak a wara no de so ama so iso no no de o fe tas a pandemi sa de no no de ano smak shwiti a de jobi feri firi mar Gralanti is even moslekti asangi de man. Dat de man maar lief voor mij. Dat de man ook man is. Maar no, no, alles is man die man die. Omdat, nou was systeem zijn even gaan alles man. Milik volgens vertegenwoordig zijn, mijn ervaring ook toe. Ik begrijp, bepaalde prijs, je wang of gota kan gaan. Maar door de hele situatie. Vooral lang water overlast dan de no, no, baka. Dus maar even gaan moro. Ik begrijp het dus. Ik begrijp het, maar hoe nog gaat het tegen? En hier, ik gebruik het woord. Gralanti moest jouw verlichting kong. Verlichting, dat soort fasie? Dus verlichting bijvoorbeeld, als steun zou je mij geven. Als je een app naar een telefoon hebt, moet je een code op hem gaan. Va. Je begrijpt het. Dus een verlichting, een toegang, bijvoorbeeld via de commissariat of de district, dat bepaalde accommodatie kan via de commissariat. Je begrijpt het. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat ik alles maar moet registreren bijvoorbeeld naar arbeid. Er is een website wel, maar wat is dat? Alles maakt mijn Android telefoon. Je begreep toch? Voor makkelijk een systeem die is maar moro. Dus daar, ook go. Maar je ziet, wat is dat? Een praatpakket, een oplossing? Praatpakket, nou, die is te enkel. Ja, een oplossing, omdat die is maar moro in het inkomen. En de familie legt uit, alles maar even als te indieren. In registreren. En is dat vast systeem, dan gaan we heel lockdown, vertraging vindt plaats, je begrijpt. Dus dat pakket, dat moet maar volgens de juiste protocollen. Je begrijpt, van het juiste systeem, juiste aanpak, dat ook. Even van probleem van wateroverlast in uw district? Ja, wateroverlast, dan gaan we eerst naar bijna een keer grond op. Dus ook toen in Paraguay ervaring. Bepaalde prijzen hebben lopen nooit onder water. Die lopen onder water en dan gaan om slecht onderhoud. Een wateroverlast voor nu en dan om slecht onderhoud. Maar weliswaar bepaalde pressie en voor die aanpak, ja. Begrijp. Maar een wateroverlast voor nu, nou over max situatie.
Want zelf in het binnenland, des mij ervaar, je hebt last voor wateroverlast. Ja. Is die regering die Abbas aan onder controle? Want voor ons maar Abba vier lek. We gaan ons de in een gemeenschap nu naar een hele lockdown situatie. En hier voor ons met takelijk regering naar Abba situatie van Kondre Moro onder controle. Nee, maar meneer Bribin is aan dat. Meneer Bribin is aan dat. Als aan kot op een Moro ergere niveau. Je begrijpt? De oudjeer zo. Maar Kondre is onder controle. If you no one make are the under control now you see, then are you ne pas you on. So me eshen, you begrijp? Maar situatie kom horen erg werkelijk. En Grelati ne kodis mata COVID di na kondre. Er is werkelijk COVID in na kondre. Mek des ma hoor des ref na de wet en rikel stel ma poti. You begrijp? En Grelati abasa under control. Maar you ref moest jeb Grelati omdat Grelati na you and me. Dus dat die. Maar je merkt aan op dat des ma je hoor des ref. Na de maatregelen? Ja, maar bepaalde pressie is dat nog. Bepaalde is maar moeite dan aan het. Ik begrijp. Maar ik kan morgen beter lekker samen taki. Maar aan de goede lekker voor wani. En stel dat ik COVID vrij heb, ik wil allemaal vaccineren en volg de protocollen. Dat is een ogen.